zijn er weer. Welkom bij Klasse, de podcast. Welkom, lieve luisteraars. Tegenover mij zit de one and only Marvin Litte. En mijn naam is Ben Kremers. Ja. Marvin, ben je scherp? Ja hoor, zeker. Ja? Ja, ja. Net uit de gym of dat niet? Nee man, ik vanuit huis weer teruggekomen, toch? Oh ja, dat is waar, ja. Ja. Drukke dag op werk vandaag. Ja. Hey, we hebben vandaag twee influencers aan tafel zitten. Hoezo kun je daar nou aan lachen? Dat komt door het gesprek wat wij hiervoor hadden. Dat ben ik nog een beetje in blijven hangen. Moet je er even van bij komen. Ja, moet ik er even van bij komen. Zal ik ze meteen introduceren, Marvin? Of wil je nog iets leuks vertellen? Nee. Vertel maar. Introduceer maar. Iets leuks te vertellen. Ja, we beginnen met één iemand. En daar wil ik eerst een filmpje van laten horen. Dat doe ik ook gewoon lekker cheap via mijn telefoon. En, ik snap het voordeel er niet zo van. Het eerste jaar gaat over kinderen aan het huilen, dan kan je geen woord mee wisselen. En dan komt die periode dat ze dan zeg maar leren lopen en alles van tafel gooien. Aan ze leren praten is het nee, want dat is dan het enige woord wat ze kennen. En op een gegeven moment moet je ze naar school gaan brengen, dan zie je ze een hele dag niet. Dan komen ze thuis, dan kun je alles opruimen. Komen ze in de puberteit en dan schelden ze helemaal verrot omdat ze tot laat op stap willen. Dan loop je ook nog zorgen te maken of ze drugs gaan gebruiken. En dan zijn ze 18 en dan gaan ze de deur uit. Nou. Ja. Ja, wow. Ik denk dat er meer mensen zijn die me daarvan kennen dan dat ze me kennen van Ex on the Beach. Ja, want deze realityster was een van de hoogtepunten van de MTV-show Ex on the Beach Double Dutch. Ze heeft op Instagram 169.000 volgers en op TikTok bijna 60.000 met 860.000 likes. Ze is een ware influencer eigenlijk geworden. Ze heeft ook nog vroeger op school gezeten. Het eerste 3 jaar heeft ze HAVO gedaan. Daarna heeft ze een MAVO-diplomaatje gehaald. Is ze MBO detailhandel gaan doen. Nu studeert ze, tenminste dat probeert ze, HBO Social Work. Dat probeert ze te doen. En ze heeft OnlyFans account en werkt bij American Today. Leslie Verspillen. Versprillen. Met de R. Versprillen. Ik heb hier Verspillen staan. Ja, dan heb je dat niet goed getypt. Nee. En zoveel zitten googelen. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Nou, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja, ik ook. Tot nu toe. Tot nu toe, nou. Nee, leuk. En jij hebt ook iemand meegenomen. Ja. Ook haar kennen we van verschillende televisieprogramma's. Ze heeft meegaan Temptation Island, Ex on the Beach Double Dutch en Eating with My Ex. Ja. Op Instagram 152.000 volgers. Op TikTok bijna 70.000 volgers en meer dan 1,2 miljoen likes. Ik dacht dat je in een zonnestudio werkte, maar dat doe je ondertussen niet meer. Nou, heel lang niet. Al heel niet lang meer. Je hebt wel nog even op school gezeten. Nou, dat begon op het Graafs Lyceum. Ja. Dat gooide een beetje met je petten naar. Ja. Dat ging van MAVO naar KADE, diplomaatje gehaald. En toen ging je MBO onderwijsassistent doen. En dat heb je heel kort volgehouden. Ja. Omdat je je stagebegeleider op Twitter belachelijk had gemaakt. Ja, ik had haar genoemd, ik had haar Sid van Ice Age genoemd. En ik was dus stiekem op haar computer, zeg maar, op Twitter gegaan. Toen had ik dat gepost. En ik mocht niet op die computer zitten. En toen hoorde ik in één keer die voetstapjes in de gang. En toen dacht ik, oh kut, ze komt eraan. Dus ik drukte zo snel het scherm uit. En ik denk van, nou, laat me gewoon bidden dat ze niet op die computer gaat zitten. Nou, die gaat natuurlijk gelijk recht naar die computer zitten. Ze stond er bovenaan. Mijn stagebegeleider is echt een kutwijf. En ze lijkt op Sid van Ice Age. Dus. Welkom Shirley Kramer. Dank je. Nou, wel leuk dat jullie er zijn. Ja, ik vind het gezellig. Dat is geen moment stil, hè hoor? Nee. Dat is ook niet de bedoeling, toch? Nee. Ik ken jullie van het programma inderdaad Ex on the Beach. Ik ben in seizoen 7 ben ik ingehaakt, dankzij mijn leerlingen. Die zeiden, meneer, je moet echt een keertje gaan kijken. Nou, daar kwamen jullie in voor. Voor mij kwam jij jullie op het strand aanlopen, ja. Volgens mij. Ja. Dat ging niet zo best. Nee, dat ging niet zo goed. Ja, ik vind het ook eigenlijk echt, dat kan je toch niet vragen. Het is ook niet eens op een privéstrand, er staan allemaal mensen omheen te kijken, daar word ik al zenuwachtig van. En dan denken ze nog dat je sexy uit het water kan lopen met windkracht 10. Ja, want hoe? Dat gaat toch niet? Dus is het met een parasol toch soort voor je of iets dergelijks, ja. Toch? Niet? Een parasol voor je en dan? Ja, nou, ik moest er zeg maar bukken achter die parasol. En dan moest ik heel dichtbij die strandbedjes lopen. En als ik er bijna was, dan haalden ze zo de parapluutje weg. En dan kwam ik erachter vanaf zo'n verrassing. Ja. En toen kwam jij voor lust, liefde of voor drama? Ja, ik kwam eigenlijk gewoon voor de zon.
Want... die was er ook niet. Nee, die was er ook niet. Ik kwam aan in de regen. In Tenerife waren jullie toch? Ja, het was geen lekker weer hoor. In februari, ik had het koud. En dan iedere ochtend, dan begint zeg maar het filmen echt om rond een uurtje of 8:30 of zo. Om 8:00 maken ze je wakker met zo'n lamp. En dan 8:30 dan zeggen ze van, nou trek even allemaal jullie bikini aan. Dan gaan we even wat zomerse shotjes maken bij het zwembad. Dan ga je om 8:30 in je bikini zitten op Tenerife in februari. Dat vindt niemand leuk. En iedere keer, ik weet nog wel, Gloria heet met zo'n deken. En dan zegt ze, Gloria, doe die deken af. Ja. Ik heb elke dag dezelfde trui van Robin aangehad. Ja, ik heb ook een trui van Robin aangehad. En met die trui heb ik dus ook seks gehad met Keanu. Terwijl ik die trui aan had. En daar was hij heel kwaad over toen hij dat daarna pas zag. Ja. Voor mij hebben jullie ons niet nodig, maar eerlijk. Maar dit is wel leuk. Dit is dus een podcast over onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Ja. Nou, dit komt er onder andere bij kijken. Maar even beginnen bij het begin bij jullie schoolcarrière. Leslie, even bij jou. Jij hebt gewoon 3 jaar HAVO gedaan. Ja. En daarna? Ja, daarna ging dat mis. Ik heb zeg maar, eerste jaar HAVO heb ik gedaan zonder te leren. En toen haalde ik dus zeg maar gewoon 7'tjes. Dat ging goed. Mm-hmm. Tweede jaar werd iets moeilijker. Toen haalde ik 6'tjes. Toen ging ik ook over. En toen het derde jaar dacht ik, doe ik weer. En toen haalde ik 5'en. En toen bleef ik dus eigenlijk zitten. Want zeiden ze van, ja, wil je het jaar dan overdoen? En toen dacht ik, nou ja. Daar heb ik geen zin in. En mijn vriendinnetjes zaten op een andere school, een niveautje lager. Dus hij kan daar dan niet heen. Zei ze, ja, je kan ook niveau lager gaan doen. Dus toen ben ik van school geswitcht. En daar heb je wel die diploma gehaald? Ja, toen heb ik mijn diplomaatje gehaald. Ook gewoon weer zonder te leren met 6'tjes. Dat ging prima. Dus je bent eigenlijk best wel intelligent. Nou, ik wil niet zeggen dat ik heel intelligent ben, maar ik ben ook niet dom. Nee. Wat zouden andere mensen van jou vinden, denk jij? Ik denk dat andere mensen me wel heel dom vinden. Maar dat vind ik fijn, hè. Ik heb liever dat ze me zeg maar onderschatten. En dat ze dan, als ze met me praten, dat ze denken, wat zegt deze meid nou? En dat ze denken dat ik heel slim ben. En dat ik dan een keer een domme opmerking maak. En dat ze denken van, wat zegt zij nou? Ja. Nou, je bent in ieder geval niet op je mondje gevallen. Nee, dat niet. Kan, goed. Nee, jullie alle twee. En dan naar het mbo gegaan? Ja. Toen heb ik detailhandel gedaan, ja. Dat was niks. Nee? Nee, ja, ik wist niet wat ik moest. Ik moest in één keer, zeg maar... in een jaar tijd beslissen wat voor opleiding ik wilde gaan doen. Ik had geen idee, dus toen was dat het makkelijkste. Ja. Dus toen heb ik dat maar gekozen. Oké. En toen wel diploma gehaald? Ja, wel 3 diploma's heb ik gehaald zelfs. In 3 jaar tijd, zeg maar, mijn detailhandel, zeg maar, gewoon filiaalmanager-achtig iets. En dan heb ik nog een mode, zeg maar, diplomaatje erbij, iets van Datex of zo heet dat, geloof ik. En nog een verkoopspecialist. Zo. Dus ik heb in die 3 jaar tijd heb ik een extra vak gekozen. Ja, geloof het of niet, een extra vak heb ik vrijwillig gedaan. En daardoor had ik 2 extra diploma's. Netjes. Ja. Doe je er nog iets mee? Nee hoor. Nee. Dat niet. Hebben ze wel bewaard of hebben ze weggegaan? Ja hoor, ze zitten in een mapje gewoon. Oké, dat wel. Ja. Oh, nice. Shirley, voor jouw carrière op het Graafs Lyceum in Rotterdam neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Een gekke school vind ik dat. Waarom? Dat is hartstikke leuk. Al die maffies met gekleurd haar lopen daar. Zo, dat is ik had ook roze haar. Ja, nee, maar dat is echt zo'n school. Als je daar in de aula gaat zitten op een kruk. En je gaat gewoon in de hoek zitten, heb je de dag van je leven. Want je ziet daar mensen voorbij komen. Ja, dat is waar. Mensen kwamen voorbij op een skateboard. Ja. Maar die voelen zich blijkbaar vrij genoeg om zich te uiten. Ja, ik vind het mooi, maar wel gek. Ik vind het mooi, maar wel gek. Ja. Nou, het was daar hartstikke leuk. Ja, want uiteindelijk heb je daar ook een diploma gehaald. Ja. Ja, dat, het onderwijsassistent verhaal is hem ook niet geworden. Nee. Maar ik vond het ook echt niet leuk. Nee. Want ik dacht, ik hou van kinderen, het lijkt me leuk in groep 1, 2, zo met allemaal van die kleine, lieve, schattige kindertjes. Maar die kinderen vind ik niet schattig als ze niet knap zijn. Wow. Ja, nee. Dit kan niet. Dus dan merk ik aan mezelf dat ik gewoon sommige kinderen zeg maar ging voortrekken. En dacht van, nou, er is echt niks voor mij. Nee. Dus dat lijkt me niet verstandig dan. Nee. En toen de zonnestudio opgepakt, lekker veel geld verdiend. En toen heb ik me gedacht van, nou, laat ik nog iets aan school doen of iets dergelijks. Nee, ik dacht als ik nu gewoon zo makkelijk mijn foto's kan verkopen, zeg maar, dan heb ik ook niks meer aan een diploma. Nou, maar dat was toen toch niet, of wel? Toen al je foto's. Nee, maar dat had ik wel bedacht dat ik dat wou doen. Ja? Ja. Wat ik me afvraag, luisteren er ook kinderen naar deze podcast? Ja. We geven niet per se nu een heel goed voorbeeld. Nou, dat vind ik het mooie ervan. Daarom zijn jullie ook uitgenodigd. Nee, dat is niet waar. Zo moet het dus. En dat is dus stiekem wel waar. Nee, absoluut niet. Het is echt leuk om jullie te leren kennen. En dat jullie ook in de studio zitten, oprecht. Mm-hmm. En ik ben ook nieuwsgierig inderdaad hoe jullie schoolcarrière gegaan is. En waar jullie nu zijn. En wat jullie plannen eventueel voor de toekomst zijn. Nou, bij Shirley hebben we net al een beetje gehoord. Daar kunnen we vrij kort over zijn. Ja. Ja. Maar Les, jij doe nu een hbo studeren. Ja, kijk, weet social je, social work. Wat dus eigenlijk de bedoeling was. Ik werkte in een kledingwinkel en toen op een gegeven moment dacht ik, ja, hier ga ik
niet rijk mee worden. Dit is niet echt iets wat ik wil gaan doen in de toekomst. Toen had ik me opgegeven voor Ex on the Beach. Ik dacht, dan ga ik influencer worden en dan ga ik geld verdienen. Zo, helemaal leuk. Maar die casting, er zijn zoveel mensen die zich opgeven. Dus het duurt gewoon 4 maanden voordat je een keer wat hoort. En ik had me opgegeven en ik had al 4 maanden niks gehoord. Toen dacht ik, ja, dat zal wel niet gaan worden. Laat ik maar wat anders bedenken. Toen ben ik die studie gaan doen, thuisstudie. En toen was ik net begonnen met die studie. En toen kreeg ik in één keer een berichtje dat ik mee mocht doen. Dus toen dacht ik van ja, dat is lastig. En toen na Ex on the Beach had ik het op een gegeven moment zo druk. Toen heb ik tegen die studie gezegd van het is een thuisstudie. Je hebt 6 jaar de tijd om dat af te maken. Toen dacht ik, doe ik het eerste jaar gewoon eigenlijk helemaal niks. Focus ik me op Ex on the Beach. En daarna zal het wel een beetje verwateren. En als het dan verwatert, dan heb ik weer tijd om mijn studie op te pakken. Maar het is dus nu nog steeds niet verwaterd. Dus ik heb niet zo heel veel tijd. Nee. Maar ik wil het wel afmaken. Ja, en dan? Ja, dat weet ik dus nog niet. Want weet je wel wat social work inhoudt? Ja, natuurlijk. Ik kom niet uit ei, maar maar dat is dus een beetje het ding. Kijk, ik zie het nog niet per se helemaal gebeuren dat als je zeg maar meegaat op een Ex on the Beach en een OnlyFans account hebt, dat je dan zeg maar mensen kan gaan helpen. Want ik denk niet meer dat heel veel mensen je dan serieus nemen. Dus ik weet nog niet helemaal hoe ik dat ga doen met die studie. Ja. Maar nou had ik dus wel het idee dat het me heel leuk lijkt, omdat ik die studie heb afgerond, om met zo'n tourbus, weet je wel, en dan met allemaal graffiti erop leuk, en dan zeg maar langs scholen te gaan. En dat ik dan zeg maar van die seksuele voorlichtingjes geef op school, of nou, lessen over drugs, of zulke dingen. Want ik denk wel dat mensen eerder naar mij luisteren en iets van mij aannemen, dan van een of andere oude vrouw met een brilletje en die zegt, nou jongens, jullie mogen geen drugs gebruiken. Ja, niemand vindt dat leuk. Die zeggen dat allemaal oude vrouwen met een brilletje zijn. Niet per se, maar ja, meestal wel. Bij mij op school was dat wel zo. Maar ik begrijp zo. Wel wat je zegt. En ik wilde eigenlijk heel brutaal eigenlijk einde van de show gaan vragen of je dat een keertje bij ons op school zou willen doen. Oh, wat leuk. Alleen ik weet niet of dat mag, want ik heb dus geen diploma. Dus nee, ik weet niet dat je dat zomaar mag doen. We mogen gastlessen, dat wordt regelmatig gegeven. Oh. En bijvoorbeeld hebben we een keertje iets anders, maar een neuroloog gehad. Die ging dan vertellen hoe je lichaam werkt. Dat je net elektricien bent en dergelijke. Met al die kabeltjes, dingetjes, bloedvaten, noem maar op. Maar we hebben ook mensen die dus komen, seksuele voorlichting. Spoken words, Marv, daar doe jij veel mee. Wat is dat? Veel mee. Spoken word is een dichtvorm rappers zonder beat, om het zo te zeggen. Heel tof. Dat is best cool. Echt heel tof. En dan komen jullie gewoon. Doet Shirley de drugs en dan doe ik de seks. Ja. Nou, ik denk dat de kinderen oprecht dat wel super interessant vinden. Oprecht, als jullie dat komen vertellen. Moet nu wel, je mag natuurlijk een lolletje erin, maar wel oprecht leuk verhaal waar ze iets aan hebben. Ja, maar dat kan ik ook wel. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Dus dat kunnen we eigenlijk al noteren alvast dan. Ja hoor. Oké, okay, cool. Ik vind dat wel heel leuk. Ja? Ik ook wel. Nou, wie hoe oud zijn die kinderen? Vanaf 14, 15 jaar tot een jaar. Oh, die 16, kan 17. Ik wel soort van handelen. Nou, dat vind ik de ergste. Nee, die vind ik die dus het minst erg. Nee, die zijn brutaal. Ja, oh, maar leuk, daar hou maar ik dus brutaal. Van. Ja, maar dat vind ik leuk juist. Wij zijn er ook gewoon nog bij. Ja, dus. Ja, okay. Ja, nee, maar ik hou ook van discussies voeren met zulke kinderen. Ja, dat weet ik. Ja, dat kan ik me zo wel iets bij voorstellen. Ja. Ja, je gaat zo makkelijk. Maar ik vind het wel goed dat je naast je fotocarrière, om het zo te noemen, heb je ook nog een baantje bij American Today. Ja. In de winkel gewoon omdat je het leuk vindt en anders verveel je je. Ja, anders zit ik zeg maar gewoon 5 dagen van maandag tot en met vrijdag zit ik in mijn eentje thuis op de bank. Nou, die stofzuiger, die heb ik ook wel een keer alles opgezogen, zeg maar. En dan zit ik voor me uit te staren en denk ik, ja, wat ga ik doen met mijn leven? Dan zit ik mijn vrienden te appen van, joh, zullen we wat leuks gaan doen? Nee, sorry, ik ben aan het werk. Krijg ik dan. Denk ik, nou, laat ik dan ook maar weer gaan werken. Ja, nou goed. En hoeveel dagen werk je? Of hoeveel, 2. Alleen dinsdag en donderdag. Oh, okay. En dan ook gewoon wel tot 3 of 4 uur, hoor. Niet hele dagen. Is dat gek? Nee, is gewoon nice. In welke stad? In Leidschendam. Leidschendam. Is toch mooi als je dit kan veroorloven, toch? Of niet? Ja, maar ik vind het ook echt leuk om te doen, hoor. Ja, ja, daar hebben we ook wel type voor. Ja. Lekker beetje babbeltje, beetje kleding of. Oh nee, maar dat babbelen beetje, doe ik dus niet. Ik heb ook zeg maar. Kijk, mijn leidinggevende is zeg maar dezelfde leidinggevende als die ik daarvoor had. Zeg maar, voor Ex on the Beach werkte ik daar natuurlijk ook al. En toen hield ik al niet van mensen een broek aansmeren. Zo, oh, staat je leuk? Terwijl ik het dan een lelijke broek vind, weet je wel. Dus toen zei ik van, nou, ik wil best terugkomen. En ik vind het heel leuk om dan zeg maar een beetje visual merchandising te doen. Om netjes te vouwen, die winkel aan te vullen, vracht te verwerken. Vind ik allemaal prima en zo. Maar ik heb wel gezegd van, ja, ik sta liever niet meer bij de paskamer daar. En als klanten me wat vragen, dan ben ik gewoon aardig en help ik ze. Maar laat dat maar aan iemand anders over. En heb hij gezegd van, ja, ik denk ook dat het beter is om dat aan iemand anders over te laten. Want ik was daar nooit zo goed in. En wat doe je nu dan in die winkel? Kassa? Ja, af en toe. Maar visual, ja, vooral visual merchandising eigenlijk. Ja. Ja, dat was een moeilijk woord. Ja, zo. Ja, eigenlijk noem ik het VM. Maar VM kent niemand. Dus een beetje de etalage ook aankleden. En die poppen en dergelijke. Ja, en de wandjes inhangen. En dan, dat. Nou, leuk. Ja. Nice. En Shirley, voor jou?
Jij ligt de hele dag op de bank. Ja, ik zit meestal, op TikTok. Ja, of ik ben lekker aan het shoppen of zo. Wat is jouw schermtijd op van je telefoon? 8 uur. 8 uur? Valt ja. mee. Oh, ja, dat dus. Valt mee. Ja, ja. Maar ik ben ook veel mijn honden aan het aaien. Ja, want zij reageert nooit hoor. Als ik haar een appje stuur, krijg ik echt pas 2 uur later reactie. En dan zeg ik, wat was je aan het doen? Dan, ja, mijn telefoon lag in mijn kamer en ik was beneden. Oh, nou, dat is op zich toch wel netjes. Ja. Ja, ik doe ook wel iets anders hoor. Maar je doet zeg maar je ook met foto's en dergelijke je geld verdienen. Ja. En voor de rest doe je niet zoveel. Nee, ja, soms help ik mijn vader. Mijn vader heeft een vechtsportartikelenbedrijf, zeg maar. En hun zijn best wel groot in judo. Dus als er dan van de judo-toernooien zijn, dan ga ik mee en dan moet ik judo pakken verkopen en zo. Oké, cool. En bidonnetjes en weet ik veel, dat soort dingen. En dat lukt je wel? Ja hoor. Ja, je kan ook makkelijk praten. Nou ja, dat lukt wel. Ja. En mijn vader heeft me alles geleerd over judo, ik weet alles hoor. Ja? Ja. Welke judo gedaan dan? Nee, ik vind het echt zo'n domme sport. Dankjewel, papa. Dat vind ik echt dom. Ik vind het wel leuk dat je zeg maar die verschillende kleuren banden hebt. Ik denk wel dat het motiverend werkt. Want als je dan... Kijk, ik heb het ook als ik bijvoorbeeld een blauw t-shirt aan heb, dan wil ik morgen een geel t-shirt aan. Snap je? Als je dan dezelfde kleur band hebt, dan heb je op een gegeven moment toch zoiets van ik wil een nieuwe. En dan ga je je best doen. Ik denk wel dat dat motiverend werkt. Nee, of is dat niet met judo? Die judo mensen die geven er allemaal niet om. Maar die mensen die kammen hun haar niet eens. Oh. Ja, die heb je er ook tussen zitten. Ja. Die dat is niet echt, waar. Dat is wel dat waar. Dat is niet waar. Nee, dat zijn hele aparte mensen. Die geven niks om hoe ze eruit zien. Ik heb vroeger een judo. En ook graten. Ja, jij hebt geen haar. Ja. Toen wel. Jij niet dan, maar. Nee, ik heb niet judo gezet. Nee. Niet mijn ding. Nee. Mijn moeder wilde niet dat ik op voetbal ging. En ik kon één ding goed, omdat ik kon voetballen. En mijn moeder zegt, nee, je gaat eerst andere sporten proberen. Dus dat was judo eventjes. En toen ben ik op karate gegaan. Waarom ben je op karate gegaan? Ja, ga dan op boksen of omdat zo. Ik daar, ja, dat was toen niet echt, hè. Nee? Ik ben al wel oud, hè. Hoe oud ben je dan? Ik ga, mag ik dat niet vragen? Jawel, dat mag je wel vragen. Ik ben bijna 39. Oh, dat is wel mee. Dat is toch niet heel... Nee, nou, joh, dat is niet super oud als dat in, zeg maar, boksen en kickboksen toen nog niet nee, bestond. Nee, ja, kickboksen en kickboksen was er gewoon, hoor. Dat was er gewoon, alleen niet zo toen als laat in de jaren 90. Toen kwam Peter Aerts, kwam de K1, kwam langzaam en zeker Badden, kwam al die gasten. Toen was het er wel, maar was het nog niet zo bekend als nu. En karate was toen wat bekend. Ja. Voor mij dan, laat ik het zo zeggen. Voor precies. Mij. En toen uiteindelijk ben ik toch op voetbal gegaan. Dat ik er gewoon beter in was. Ja, en dat is ook wat leuker, ja. Ja, dat ja, sociale vind ik met name het leukste. En daar was ik ook wel goed in. Karate was ik ook wel goed in, maar ik was een beetje te gevoelig daarvoor. Ah. Andere mensen slaan was ik niet zo bij. Ging niet goed. Nee. Oh, nee, je hebt het geprobeerd. Ja, daarom. Ja, dat is ook belangrijk. Dus ja, je hebt alleen gevoetbald dan? Alleen gevoetbald. Ja. Ja? Alleen gevoetbald, ja. Kickbox, karate, judo, nee. Ik heb wel gekickboxd toen ik ouder was, vanaf mijn 16e tot mijn 18e. Dat heb ik toen wel gedaan. Ja? Dat vond je toen wel leuk? Ja, deels. Naast mijn voetbalcarrière wilde ik wat sterker worden en wat gespierder worden en een beetje actief worden. Dus ik dacht, nou, weet je wat ik ga doen als puber zijn? Ik ga lekker kickboxen met een vriend van me samen. Maar uiteindelijk ben ik vrij lang en heb ik lange benen, dus ik was alleen maar aan het schoppen eigenlijk al de tijd. Mm-hmm. En met mijn armen... was niet een beetje bijzaak. En je benen trainde je sowieso al met voetbal, dus nou ja, daar heb precies. Je helemaal niks dus aan. Ik weet ook dat die gasten die wel dat tegen mij sparren als ze een wedstrijd hadden, zeg maar, omdat ik heel de tijd aan het trappen was en de meesten gaan op het slaan. Ja. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ja, was het of serieus met voetbal verder, of kickboksen, of gaan stappen en dergelijke. Ja. En dan heb je voor dat laatste kickboksen. Een andere vereniging gaan kickboksen laten varen en toen ontdekte ik andere dingen, zeg maar. Maar, hebben jullie gesport dan? Of ik heb elke sport die er bestaat heb ik gedaan. Nee. Ik zweer het. Je hebt niet op schaken gezeten. Nee. Ik heb wel op karate gezeten. Ik heb op thaiboksen gezeten. Ik heb op kickboksen gezeten. Ik heb op streetdance gezeten. Judo. Op, nee. Om de vader trots te maken toch? Nee hoor. Turnen. Weet ik veel wat ik allemaal heb gedaan. Paardrijden. Ik heb alles geprobeerd. Oké. En les? Nee, ik heb alleen op turn en op badminton gezeten. Ja, dat is mooi op zijn sport, hè, badminton? Ik was goed in badminton. Ja, ja ik vind dat dus echt heel erg. Ik schaam me daar altijd een beetje voor. Nee, je moest niet voor schamen. Nee. Dat is zo'n stomme sport eigenlijk. Nee, helemaal niet. Shit. Ja, ja, ik was vroeger, dus ik durfde dingen niet alleen te doen, zeg maar. Ja. En ik was dus gestopt met turnen, omdat al mijn vriendinnetjes van turnen gingen. En toen durfde ik dus niet meer verder te gaan in mijn eentje. Toen gingen al mijn vriendinnetjes badminton en ik vond het helemaal niet leuk. Maar toen ben ik meegegaan, omdat ik dus niet in mijn eentje op een andere sport durfde te gaan. Ja.
Badminton is echt nog stommer dan judo. Stof. Ja. Nee joh, badminton is echt tof. Ja, ik vind het leuk op de camping. Ja, dat ook. Niet ja, dat ik naar een camping dat ga, maar... Wat zeg je? Ja, maar het is wel zo'n campingding, toch? Ik doe het ook op een camping. Ja, maar ik ga nooit naar een camping. Maar jij bent geen campingmens. Als ik naar de camping zou gaan, zou ik gaan badmintonnen. Ja. 100%. Als ik naar de camping zou gaan, dan zou ik ook badmintonnen. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Ging jullie vroeger niet naar de camping dan? Nee. Nee? Ik ben één keer mijn leven op een camping geweest. Toen ging ik met een vriendin mee. Toen kwam ik er me dus achter dat ik dus zeg maar mezelf moest omkleden in een tent. En ik kon mezelf daar niet bewegen. En toen was ik al chagrijnig. En toen moest ik dus zeg maar grote boodschap doen. Maar dan moest ik naar een openbare wc. En dat durfde ik niet. En toen heb ik huilend mijn vader opgebeld. En toen is hij me komen halen. Dus ik heb het één nacht volgehouden. En jij, maar heb jij ooit op een camping gestaan? Eén keer nooit meer, man. Nee? Nee, ik vind het echt heel kaka. Ja? Sorry. Jij bent de campingpersoon, hè? Ja, ik durf echt niks te zeggen. Ja, nee, je mag het gewoon zeggen, hoor. Nee. Nee, maar mijn ouders hadden nooit zoveel geld, toch? Dus daar, dan ga ik niet op vakantie, man. Dus dan... jawel. Ja, wij wilden wel weg. Wij gingen weg. En ik heb echt de tijd van mijn leven gehad op de camping. Ja, maar had je dan zo'n vaste camping waar je altijd gewoon heen gaat? Nee, wel andere campings. Dan weer in Frankrijk, dan weer België, dan weer Nederland. Met openbare wc en douche. Ja, maar ik... Was ook de voetbal gewend, toch? Dan douche je ook gewoon op iedere vereniging en met al die gasten en weet ik veel. Maar je bent allemaal wel gewend. Ja, ik kwam er niet zo moeilijk in, hè? Ja. Dat wel cool eigenlijk. Ja, nou maar ik vind het wel vies, want dan dat water wat van hun vieze lichaam tussen hun holnaad en zo afdruipt, zeg maar. Dat komt dan bij jouw voeten, door jouw douche naar binnen. Nee, ik heb wel slippers aan. Oké, dus hier vind je het wel een beetje vies dus? Nee, dat is gewoon hygiënisch slippers. Dat moest altijd, anders krijg je fratten. Gewoon het idee al dat je fratten kan krijgen. Gadverdamme. Ja, ik ben dus wel een keertje met mijn ex gingen we op vakantie toen. Moest ik dus ook blijven bij in een ex? Damien. Oh my god. In een pop-up tent, hè? Niet eens in een fatsoenlijke tent, in zo'n tent. En toen had ik dus een luchtbed meegenomen, maar op die camping was geen stroom. Dus ik kon hem niet opvullen. Dus ik lag op een leeg luchtbed in die pop-up tent. We waren ze allebei te lang, dus die tent die kon niet dicht. Maar die beentjes van ons kwamen er nog uit. En toen wou ik gaan afwassen. En toen heb ik dat in het voetenbadje gedaan. Het is een voetenkraan dus. Een voetenkraan, daar kon ik de afwas aan doen. Want ik wist dat niet. Ja. Dus nou, dat was mijn camping. Ik denk dat er heel veel mensen onder ons zijn die naar een camping gaan. En ik vind een camping gewoon leuk. Maar wat vind je er dan precies leuk aan? Ik vind... Het allereerst is het een stuk goedkoper als in een hotel of iets dergelijks. Of in een chaletje of in een staancaravan. Dat is sowieso een stuk goedkoper. Ja. Daar heb je ook een bepaalde luxe voor. Als je natuurlijk in hotels heb je natuurlijk je eigen wc'tje, je eigen douches. Is flexen, is beter. Maar dat vind ik geen luxe. Ik vind dat niet meer dan normaal. Nou ja, dat is voor sommige mensen dus een luxe. Nee, want iedereen woont gewoon zelf thuis in een huis waar je je eigen wc hebt. Dus dat is dan... Geen luxe, dat is een normale situatie. En als je dan naar de camping gaat, dan ga je dus eigenlijk onder je normale situatie leven. Ja, maar niet iedereen, ik denk dat mensen hopelijk wel een eigen douche hebben, maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om iedere dag te douchen. Hoe bedoel je? Nou, dat mensen financieel dusdanig dat niet kunnen betalen, omdat het water kost geld. Ja, het ding is, op de camping kan je zoveel douchen als je wil. We hebben het over randzaken nu volgens mij met de camping. Het ding is met camping volgens mij is dat je naar een staanplaats gaat toch en je doet alles zelf. Je kookt zelf, je doet je boodschappen zelf. En daar heb ik geen zin in. Ik wil in een hotel komen, hup, koelkast openmaken, naar beneden gaan. Iemand soort van commando's geven van breng alsjeblieft mijn biefstuk. Ja, maar toen de tijd ook. Ik wilde echt niet... Toen jij kind was, ik weet het zeker. Toen ik kind was, kon ik met vrienden mee op de camping en ik wilde echt niet mee. Ik wilde echt niet mee. Nee. Weet je, en dat heeft misschien ook te maken, en ik zeg niet dat ik daarin stoerder ben, maar het is ook misschien een stukje opvoeding, een stukje niet verwend zijn of wel verwend zijn. Ik zeg gewoon heel eerlijk dat ik best wel een verwend jochie was. Ja. Ik was snap je? Op zekere hoogte ook verwend. Alleen... Oh, wat heb ik nu eigenlijk, jongen? Nee, maar dat is serieus. Nou, maar ik vind het op zich wel mooi, want ik denk dat er heel veel mensen hierop kunnen reageren, dat je zegt van, hey, luister, ik ga wel naar de camping. Mede omdat het misschien financieel niet haalbaar is. En vroeger was het voor ons dus financieel niet haalbaar. En ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ik denk, en voor een kind oprecht, maakt niet uit wie je op een camping... Maar Broski, je verdedigt jezelf. Nee, ik kom niet te verdedigen. Maar ik denk dat ieder kind het naar zijn zin heeft op een camping. Ik wou altijd heel graag op een camping staan. Ik vond het jammer dat we nu op een camping stonden. Ja, maar denk je echt dat ieder kind het naar zijn zin... Ja, man, 100%. Ja? Ja. Ja, maar dat hoor ik wel vaker. Mijn dochter bijvoorbeeld, mijn dochtertje, wil heel graag buiten spelen. Maar dan het liefst met papa. Ze gaat niet zomaar naar buiten. En ik hoor ook heel veel mensen, ja, kinderen willen naar buiten. Mijn dochtertje niet. Snap je? En dat heeft toch te maken met dingen die je als ouders zijnde meegeeft. Mijn ouders hebben ons niet opgebracht van we gaan naar de camping. Waardoor ik dus dat onbekend vond.
en niet naar de camping wilde. Ja, ik denk dat dat wel een beetje zo werkt, ja. En ik denk ook wel dat is als alle kindjes uit jouw klas op de camping staan, dat je dan misschien een beetje jaloers wordt en denkt, oh, mijn kindjes uit de klas gaan naar de camping, dan wil ik ook. Maar ik zit ook in een klas waarbij niemand naar de camping ging. Ik was zeg maar een soort van de skeerste uit mijn klas. Al mijn... Nee, ja, maar echt. Ja. Want ik ging dan bijvoorbeeld naar Centerparks in België. Wat eigenlijk al best wel prijzig is. Maar de kindjes uit mijn klas die gingen allemaal naar Thailand en zo. En naar Zuid-Afrika om zo'n reis te maken en zo. Ja, dus ik voelde me eigenlijk al ondergewaardeerd omdat ik naar Centerparks ging. Want wanneer is de eerste keer dat jij in een vliegtuig bent gestapt? Was ik 16? Ja, ik 6. Ik was 6. Toen gingen we naar Blanes met mijn ouders. Ja. Ik ging meteen pats doen naar Suriname. Ja. Snap je? Dus daar ligt het toch wel verschil. Ja, maar nogmaals, ik zweer het je, als nou iemand op een camping zou staan en die komt vriendje, vriendinnetjes en die gaan lekker spelen. Andere kinderen. Ik geloof het ook. Alleen, voor Naima is nu het onbekende. Zij zullen wij anders samen een keertje in een weekendje op een camping get staan? Get the fuck out of my face. Ja, dat had ook gefilmd. Nee, echt niet. Waarom niet? Omdat ik het gewoon niet voel. Gewoon in chaletjes. Sta je ook op een camping? Maar dat vind ik wel leuk. Maar wat ik me ook afvraag... Dan heb je wel je eigen douche en je eigen huisje en je eigen dinges. Maar hoe wordt mijn eten gemaakt, bro? Dat maak ik dan Maar je kan uit eten gaan. Nee, maar ik heb dat ook wel gedaan toen een keer, hoor. Toen was ik ook met de ouders van een vriendin van mij mee. Je zet ons trouwens nu echt neer, hè? Ja, want ik hoor wat hij doet. Maar ja, maar het maakt niet uit. Ik vind het niet erg om verwend te zijn. Ik ben liever verwend dan verwaarloosd. Ja. Maar in ieder geval, toen ging ik dus ook mee. En toen hadden ze zeg maar inderdaad zo'n chaletje en zo. En daar hadden we gewoon een douche en een badkamertje en zo. En dan waren we wel op die camping. Dus we hadden wel zeg maar in zo'n soort van hut, campinghut met jongeren waar je dan kon poelen en zo. En dan gingen we wel heen. Dus we hadden wel die campingvrienden daar gemaakt. Maar we gingen wel gewoon 's avonds uit eten. Ja, nice. En nogmaals, niks tegen camping. Nee, maar die hoeft ook niet naar mij te wijzen. Nee, maar het is voor iedereen die luistert. Er is niks tegen de camping. Ja, nee, nu opeens. Ik zweer het op alles. Er is niks tegen de camping, want ik hoor heel veel mensen heel veel toffe dingen zeggen over de camping. En ik vind het ook jaloers maken. Ik denk van zo, dat zou ik ook wel willen meemaken. Maar ik ken het niet. Ik ben één keer geweest, sliep ik in een tent. Nou, ik moest naar een gezamenlijke douche. Vooroordelen snap allemaal. Je? Gaan we weer. Nee, man, en toen had ik er gewoon geen zin in. Dacht van ja, dit ga ik echt nooit meer doen. Ik ga dit nooit meer doen. En dat heeft niks te maken van dat ik dan neerkijk op de camping. Maar het is niet mijn ding. Ja, is niet kan, mijn ding. Dat kan. En misschien als ik jou meeneem op een type vakantie zoals wat ik doe. Zou je ook naar me kijken van vind je dit nou echt leuk? Je weet toch, ik kan dat me niet voorstellen. Toen ik ouder werd. Toen ben ik ook gewoon. Ik ben toen naar Maleisië. Ik ben naar New York geweest. Ja. Weet ik veel. Ik heb echt gewoon mooie en luxe vakanties gehad. En het liefst ga ik all-inclusive naar Turkije of zo. Vind ik ook top. En dan zullen die kinderen het ook naar hun zin hebben. Strand of stedentrip? Strand. Ja, ik heb liever stedentrips. Ja, ik ben echt op het strand. Ja. Hier in Nederland ook. Zodra het een beetje weer is, ga ik naar het strand. Nee, Nederland niet. Jawel. Nederland vind ik vies. 20 minuutjes van het strand hier vandaan. Ja, maar van jullie snappen het. Jullie worden iedereen gefotografeerd. Ja, maar dat is in het buitenland ook. Maar het is meer dat in Nederland is het gewoon smerig, troebel, ja, viezig. Er ligt vieze zooi overal. Je hebt overal die meel in je nek. Als je een patatje eet, zit er zand in je mayonaise. Ik vind dat vies, hoor. Ik vind dat niet leuk. Echt niet. Nee, en dan niet ga je dat water in. Dan sta je met je tenen in de vieze. Nee, dat valt reuze mee. Nee, allemaal wier en zo. Weet je hoeveel mensen daar plassen in zee? Dat doe ik ook. Heb jij nou je cijfers voor me? Nee, maar dat zijn er heel veel. Ja, maar wat denk je in Thailand in de zee? Of in, weet ja, ik maar die waar? Zee is groter. Die zee is veel groter, dus dan... Dat is niet slim, hè? Wat je nou hoezo? Dit is niet slim. Jawel. Dit is een mooie quote in. Nee, Thailand is de zee groter. Jullie zitten maar uit te lachen. Maar dat is gewoon zo. Nee, wel. Nee, het zit toch allemaal aan elkaar? Ja, het zit allemaal aan elkaar, dat snap ik. Maar die stroming, als jij toch in de Noordzee loopt. Maar laat me even niet lachen. Ik lach je niet uit. Wel. Ik lach je niet uit. Als jij nu in de Noordzee gaat lopen. Jij gaat 2 meter de Noordzee in en je gaat daar plassen. Dan blijft dat water toch in eerste instantie een beetje daar zweven. Zweven. Laat dat maar. En in Thailand, als ik daar 2 meter water in Thailand, daar vis, heb je, ja, daar heb je veel meer water. Laat toch op. Zal ik je geheim verklappen? Afgelopen zomer ben ik naar Egypte gegaan. Egypte ben gegaan. Ja. Egypte ben gegaan. Mooi water. Heel mooi water, maar nee, we moesten toen ook heel erg nodig plassen. Ja. En toen stond ze in het water, zei ik van schatje, even concentreren en plas maar gewoon in het water.
En 30 seconden later dook iemand precies op die spot het water oh. in. Dus weet je, het is overal. Goed voor je weerstand. Het is, ja. goed, het is goed voor je weerstand. Volgens mij dook hij ook nog met zijn mond open. Dus, Gadverdamme. Het gebeurt overal. Ja. Dus ja, het, weet je, water is water. Openbaar ja, ruimte is openbaar ruimte. Ja, denk je? Is het idee gewoon. Ja. Maar, klinkt logisch. We zitten nu echt op een half uur. Oh. We gaan deze eerste sessie die gaan we afronden. Oh. Jammer. En als ik nu nadenk, wat hebben we uiteindelijk over gehad? Nou, we hebben jullie schoolcarrière besproken. Klein beetje jullie werk. En we hebben het ook gehad natuurlijk over de camping. Ja. Ja. En over de zee. Pas in de zee. Knip dat er maar uit. Nee, laat het gewoon erin. Even kijken hoor. Wat hierna willen we het even hebben over... dan gaan we het proberen serieus te doen, ja? Oké. Okay. Ja? Dan gaan we proberen de voorbeeld voor de jeugd en dergelijke. Mm-hmm. En nog een klein stukje X on the Beach. Daar zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar. Maar iedere aflevering die sluiten we af met het laatste woord. En dat weten jullie niet, want jullie zijn trouwe luisteraars. Les, we beginnen bij jou. Ik sluit dadelijk de microfoon van de rest allemaal. En dan start ik heel rustig zo die tune op. En dan geef ik jou het laatste woord. Dan mag jij iets zeggen, iets wijs, iets over de oceaan. Maar hoe bedoel je? Wat moet ik dan zeggen? Jij mag de show afsluiten. Nee, dat durf ik niet. Dat durf je niet? Nee, wat moet ik dan zeggen? Dat vind ik heel, heel nep. Nee, je kan een shout-out doen. Je kan iedereen de groeten doen. Ik denk dat Shirley daar heel goed in is. Nou, laat mij met rust. Ik ben niet uitgekozen. Shirley is verduidelijk voor de volgende Shirley aflevering. Shirley is verduidelijk. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Jij weet altijd wat je moet zeggen. Je zegt gewoon, ik wil de groeten aan papa en mama. Of weet ik veel, kinderen luisteren naar deze podcast. Of weet ik veel, doe iets leuks of iets liefs. Oké. Dat kan je vast wel, denk ik. Toch of niet? Ja. Ja? Moet ik alleen zorgen dat ik jouw microfoon wel open hou dan. Dat is wel misschien wel handig. Oh, dat is misschien wel handig. Ik doe die voor mij dicht. Marv, ik heb, het was weer genoegen. Hey. Ik weet niet wat ik nou moet zeggen hoor. Jawel, je gaat iets leuks zeggen. Oké. Okay. Dat komt wel goed, ja? Shirley, ook bedankt. Les. Komt ie, ja? Jij mag wat gaan zeggen. Nu, moet ik nu wat zeggen? Ja. Oh, nou, ik vond het heel gezellig. En ik wil vooral Shirley heel graag bedanken dat ze met me mee is gegaan. Want ik sleep haar altijd.